Goedemorgen, gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing zal zijn uit Lucas 1, vers 5 tot 25. En het thema van de preek is: Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Mededelingen namens de kerkraad. Vrijdag 2 december is in de leeftijd van 96 jaar overleden zuster Dekker Schoeman, gewoond hebbende te Eikelaan 2 te Veenendaal. Komende vrijdag 9 december vindt om 10 uur de dienst van woord en gebed plaats in de aula van de Munnikenhof. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren is er vrijdagmorgen vanaf 9:30. De collectes zijn vandaag voor de diaconie, de zending en voor huisvesting Pineel. De diaconale collecte is bestemd voor een viertal stichtingen, waaronder de stichting Christian Refugee Relief, die hulp geven aan mensen in vluchtelingenkampen, en de stichting Het Passion in Hummelo. Zij bieden tijdelijke opvang aan dak- en thuislozen. Tevens wil ik u nu reeds wijzen op de noodhulpcollecte voor Oekraïne, die volgende week zondag 11 december plaats zal vinden. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de zondagsbrief. De collecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op de rekening van de kerk. Een extra gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van diaconale collecte december. En voor de gasten is er een mogelijkheid om uw collecte te deponeren in de zakken bij de uitgang van de kerkzaal, of kunt u kijken op pineel.nl voor de rekeningnummer. Na deze dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is limonade. Alle hartelijk welkom. En tot slot willen wij nog de oliebollenactie door onze JV Pro Christo georganiseerd van harte aanbevelen. In de hal liggen bestelformulieren. We zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 87, vers 1 en 4... En namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Weten, wij komen vanmorgen in de Bijbel een biddende priester tegen, Zacharias, die zijn hart opheft tot de Heere in de hemel en zijn ogen met zijn ogen omhoog kijkt en bidt om van de Heere genade te ontvangen. Hij bidt om de komst van de Messias. En laten we daarom met elkaar ook gaan zingen uit Psalm 123. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123, de versen 1 en 2. Excuus gemeente, ik wil u vragen op te staan van uw zitplaats indien mogelijk. Afgelopen vrijdag 2 december is overleden onze zuster Dekker Schoeman. En ze heeft de leeftijd van 95 jaar mogen bereiken. Ze was ruim 26 jaar weduwe, heeft geen kinderen ontvangen. In de laatste tijd leed ze aan dementie en daarvoor was ze ook opgenomen in de Dennenhorst. Het leven was voor haar niet altijd gemakkelijk. Toch mocht ze weten dat haar tijden in Gods hand waren en de overgang naar de Dennenhorst die voor haar moeilijk was, kon ze uiteindelijk toch maken door te vertrouwen dat de Heere ook haar leven leidde. We willen haar gedenken in deze dienst. En willen dat doen met het zingen van Psalm 31 en daarvan het 12e vers.
Wij luisteren nu naar de wet van de Heere die Hij ons heeft gegeven, opdat we ons daarin spiegelen. Dan zullen we ontdekken dat wij niet leven naar Gods bedoeling, dat onze liefde tot Hem en tot onze naasten niet volkomen is. We mogen dan de toevlucht nemen tot Christus om van Hem genade te vragen en Hij wil die ook toezeggen. Zo zullen we in deze dienst dat ook horen. En we willen antwoorden met Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze dankzegging denken aan broeder en zuster C. van Manen van Doorland van de Polster 174. Zij mochten gedenken 65 jaar getrouwd te zijn. Wij willen danken dat zuster Ineke Ebbers weer thuis is na een periode van opname om tot rust te komen. We willen onze voorbeden denken aan broeder Van Rumt van de Fluvia 1... Hij werd opgenomen in het UMC in Utrecht vanwege epileptische aanvallen.
En daar is hij in slaap gebracht op de IC in de hoop dat dat dan ook de aanvallen zal stoppen. Wij willen bidden voor de rouwdragende familieleden van zuster Dekker Schoeman. Wij willen in onze voorbeden ook denken aan broeder Budding van de Cuneraweg 421 in Rhenen. Er is bij hem een tumor gevonden in de dikke darm. En morgen moet er vervolgonderzoek plaatsvinden waaruit moet blijken of er dan uitzaaiingen ook zijn. We willen hem ook aan de Here opdragen. En willen ook bidden voor broeder Van den Berg, Van den Brinken. Hij zou afgelopen vrijdag geopereerd worden aan zijn stembanden in verband met kanker. Maar er is ontdekt dat de tumor dieper zit en dat er eerst verder onderzoek nodig is. We willen hem ook aan de Here opdragen. Laten wij bidden en danken. Getrouwe Vader in de hemel, zo komen wij tot u. U die de hemel waakt over alles wat leeft. U bent wakker, wakker over uw volk, wakker over uw kerk. En Heere, ook vandaag verzamelt u uw kerk over heel deze wereld heen. Brengt u uw volk samen, opdat u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, geëerd en aanbeden zal worden om uw goedheid, om uw trouw, om de grootheid en majesteit van wie u bent en van de werken van uw handen. En Heere, ook wij zijn vanmorgen hier gekomen in de kerk. En we danken u dat we hier in dit gebouw zijn, of dat we ook thuis verbonden zijn met de dienst hier. Heere, wat een heerlijk voorrecht om u te zoeken. En om in deze adventstijd ook voorbereid te worden op de viering van het kerstfeest. Heere, we zien er naar uit. Dat u, Heer Jezus, kwam en dat u ook komen zult. Ja, dat u ook wilt komen in ons eigen hart en leven. Opdat uw genade daar zou wonen. Heere, vanmorgen mogen we uw woord openslaan. En samen met Israël u verwachten, biddend. Heere, leert u ons dat ook. Want u weet dat juist ook in deze tijd we misschien wel zo druk zijn met een hoop dingen. Heere, wij bidden u om toewijding, heiliging van ons leven. En wat is het dan ook heerlijk dat u ons vanmorgen samenbrengt. Om dit stukje van onze tijd af te zonderen en toe te wijden aan u. Omdat u spreekt. Omdat u op de dag van uw opstanding, Heere Jezus, ook ons hier in Veenendaal bijeen wil brengen. Rondom uw woord. Heere, wij bidden u of u ons een gezegende dienst wil geven. Als uw woord open gaat, laat het dan open mogen gaan, Heere, op zo'n manier dat we daaruit uw stem horen. Dat het persoonlijk voor ons wordt. Wilt u uw zegen geven bij de bediening van uw woord? In het spreken, in het luisteren zijn we van u afhankelijk immers. Heere, wilt u dan naar ons toekomen? En geef dat wat we horen en wat we lezen mag resoneren van binnen. Dat het iets met ons mag doen. Dat we het ook mogen ontvangen zoals het vanmorgen naar ons toekomt. Geef ons daarbij een open luisterhouding om te luisteren naar wat uw geest tot de gemeente zegt. Heere, laat zo uw woord wereldwijd ook zijn loop mogen hebben. Zegent u allen die van u geroepen zijn om in uw koninkrijk werkzaam te zijn en uw woord te verkondigen, het verder te brengen, het aan de harten van mensen te leggen. Heere, bouw uw koninkrijk. Wilt u dat ook doen hier bij ons in het Westen, Heere, waar we toch zien dat velen u niet meer nodig hebben? Heere, breng ze terug
openbaar uzelf. Geef hen ook oog voor de leegheid van een bestaan zonder u, de levende God. Heren, wij bidden u of u wil zijn met hen die in onze gemeente ook te maken hebben met ziekte en zorg. Heren, wij bidden u voor broeder Van Rumt. Wilt u bij hem zijn in het ziekenhuis in Utrecht? Heren, wilt u geven dat de behandeling die daar is ingezet gezegend mag worden voor hem? En dat hij ook zo samen met zijn vrouw en alle die om hem heen staan mag ervaren dat u er ook nu weer bent. Heren, wilt u hem beschermen en herstellen? Heren, wij willen u bidden voor broeder Budding, nu er bij hem een tumor werd gevonden. Heren, als er verdere onderzoeken moeten plaatsvinden deze week, gaat u dan met hem mee naar het ziekenhuis? Weest u hem nabij, vader, en geef dat hij zich ook gedragen mag weten in deze moeilijke omstandigheden door u, dat u zijn troost bent en dat u de hoop, het rustpunt van ons hart zult zijn. Heren, weest u hem nabij. Heren, wij bidden u voor broeder Van den Berg, die geopereerd zou worden, maar toen bleek dat de tumor dieper zit. Heren, wij willen u bidden of u in deze zorg ook nabij wil zijn. Voor hem, voor alle die om hem heen staan, familie, kennissen. Ja, Heren, geef dat we ook als gemeente zo biddend om elkaar heen mogen staan. En wilt u hem ook nabij zijn als er vervolgonderzoek moet plaatsvinden? Geef dat duidelijk mag worden wat de behandeling zijn moet. En gaat u daarin ook voor. Heren, we hebben ook reden voor dankbaarheid. Broeder en zuster Van Manen mochten deze week gedenken 65 jaar getrouwd te zijn. Heren, wij danken u dat u hen dat geeft, zoveel jaren samen. En we danken u, Heren, voor alles wat zij ook aan zegeningen hebben mogen ontvangen uit uw genadige hand. En dat u er ook was wanneer het moeilijk was. Geef, Heren, dat ook in de avond van het leven u er zult zijn en blijven voor hen. Wilt u hun hoop en houvast zijn en zegent u hen blijvend. Heren, wij bidden u voor zuster Ineke Ebbers. We danken u dat ze weer thuis is na een periode van elders verblijven. Heren, wilt u haar thuis ook nabij zijn? Weest u haar hulp en het rustpunt van haar hart. Heren, wij bidden ook voor anderen die we nu niet bij namen noemen. Als we behandelingen ondergaan, als we regelmatig naar het ziekenhuis moeten, wanneer we therapieën volgen, of ook, Heren, wanneer er een ziekte is die niet behandeld kan worden, maar die wel steeds verder gaat. Heren, wij bidden om uw kracht en uw nabijheid. Wilt u geven dat we het geloof, het vertrouwen ontvangen door uw Heilige Geest om al onze zorgen en al onze nood bij u neer te leggen en daar ook te kunnen laten. Heren, zegent u ons zo in deze dienst. We bidden voor de kinderen in de oppas, voor de kinderen die straks naar de parel gaan. Weest u met jong en oud, Heren, en maak het voor ons goed, opdat we zo u, Heer Jezus, mogen verwachten. Hoor naar ons gebed, in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie ze thuis ook al staan? Ik heb er een plaatje van meegenomen. Van die huisjes, je ziet ze hier in het midden, net onder dat woordje welkom. Van die huisjes die je neer kunt zetten. Misschien weet je al wel waar het over gaat. Het zijn van die huisjes die je kunt maken uit het adventspakket. Wat jullie, als het goed is, allemaal hebben gekregen.
Steek je vinger eens op. Wie van jullie heeft thuis van die huisjes staan? Ergens in de kamer of op je eigen kamer? Ja, ik zie al wel heel wat vingers. Kan vast nog wel wat meer. Mooi. Ja, dat is leuk, want die huisjes die brengen je eigenlijk in deze weken van Advent, langzamerhand naar kerst toe. Over een tijdje is het kerstfeest. Dan vieren we dat de Heer Jezus geboren is in de stal in Bethlehem. Maar nu mogen we daar al aan denken. En dat adventspakket, dat helpt je daarbij. En elke keer ga je dan als het ware in zo'n huisje kijken. In een huisje waar bijvoorbeeld bloed aan de deurposten is gesmeerd. Als het goed is, staat die al bij je thuis. Je nog maar eens kijken straks. Dat is het huis van Egypte waar de Israëlieten woonden, voordat ze uit Egypte werden verlost. En je gaat ook nog kijken in het huis van Maria, waar die engel op bezoek komt, weet je wel. En vanmorgen gaan we ook in een huis kijken. Maar dit keer is het geen gewoon huis, dit keer is het huis van de Heere God. En het huis van de Heere God, dat noemen we ook wel in de Bijbel de tempel. Daar gaan we naartoe. En daar komen we een priester tegen die aan de Heere God vraagt, hij bidt, of het niet lang meer hoeft te duren dat de Messias, de Verlosser, voor Israël komen zal. Zacharias heet die priester. Maar wanneer hij dat gevraagd heeft, gebeurt er iets heel bijzonders. En daarover gaan we lezen in de Bijbel. Luister maar. Gemeente, wij lezen Lucas 1, vers 5 tot en met 25. En als we het hebben gelezen, zingen we uit Psalm 141, vers 1, 2 en 9. Psalm 141 na de lezing uit Lucas 1. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide op hoge leeftijd gekomen waren. En terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heer. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriël die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover.
Gemeente, wij mogen straks antwoorden op de verkondiging met de woorden van de priester Zacharias zelf. Zoals hij die heeft kunnen zingen nadat zijn tong weer was losgemaakt. Hij niet meer stom was. De lofzang van Zacharias, de versen 2 en 4, is ons antwoord op de verkondiging van Gods woord. We luisteren naar Lucas 1, daarvan vers 13. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Thema voor de preek is: Gods belofte wordt heerlijk vervuld. We letten op een drietal gedachten. Ten eerste, er is om die belofte gebeden. Ten tweede, er wordt dan een kind geboren. En ten derde, die belofte, dat kind, die krijgt de naam Johannes. Daarin zit dat God hem gegeven heeft. Dus gebeden, geboren en gegeven. Gemeente van Christus, adventsweken zijn aangebroken en ik zou eens willen vragen, hoe beleeft u die eigenlijk dit jaar? Wellicht weet u dat vorig jaar en ook het jaar daarvoor we te maken hadden met allerlei coronamaatregelen en je kon niet zomaar naar de kerk, kleine aantallen, hooguit. En u was thuis. En dat waren periodes waarin ook veel in het maatschappelijk leven stil lag. Maar dit jaar hebben we daar geen last van. We kunnen naar de kerk. We zien ook uit naar een kerstviering die weer zonder beperkingen plaats zal kunnen vinden. Dat hopen we. En het kan best zijn dat deze weken voor u weer die oude drukte hebben, die er eigenlijk altijd ook was. Zo in de laatste weken van het jaar. Met de feestdagen voor de deur. Bedrijven die werken vaak nog even heel hard in deze tijd, want er moet nog van alles af voor het jaarseinde. Het kan thuis druk zijn, kerstviering opkomst, voorbereiding die daarbij gevraagd wordt, scholieren die druk zijn met toetsweken, tentamenweken. Op scholen worden rapporten klaargemaakt, er vinden gesprekken plaats met ouders, dat kan nog even voor de kerstvakantie. En wanneer straks de feestdagen wat dichterbij komen, dan zijn we daar ook druk mee. Dan bereiden we ons daarop voor. Dan slaan we ook wat extra's in als we ons dat kunnen veroorloven. Maar in al die drukte, gemeente, zou je zomaar kunnen vergeten waar deze weken nou eigenlijk over gaan. Advent, dat is de tijd van de verwachting en daarmee dus ook de tijd van het gebed. Bidden om de komst van Christus, om zijn tweede komst. Hij zal wederkomen in heerlijkheid. Bidden ook om de komst van de Heer Jezus, hier en nu, in de duisternis van onze wereld van vandaag. En ook bidden om de komst van Christus in je eigen hart en leven. Dat daar het heerlijke licht, het evangelie van het kerstfeest zal gaan stralen, dat het betekenis voor je zal krijgen, zal hebben. Dat je met kerst straks zult ervaren, ja, hij kwam ook voor mij. Voor de eerste christenen waren de adventsweken juist weken niet van een stapje harder en van wat extra hier en daar, nee. Het waren voor hen juist weken van minder. Minder hard werken, minder hard lopen, wat minder luxe, wat minder eten. In de adventsweken werd er gevast. Nou was het leven extra sober. En waarom was dat? Nou, men ontzegde zich bepaalde luxe, zodat ook je lichaam en je ziel ging verlangen naar het kerstfeest. Want op het kerstfeest hoefde je niet meer te vasten. Dan mocht het allemaal weer.
Adventstijd is verwachtingstijd en daarmee ook gebedstijd. De gemeente, dat komen we nou ook volop tegen in het Lucas-evangelie. Lucas, die zullen in de komende tijd, samen met dominee Mulder, zal ik regelmatig vanuit het Lucas-evangelie hopen te preken. Lucas die wil in zijn evangelie, zo schrijft hij dat aan het begin, een verslag opstellen van de dingen die de ooggetuigen en de dienaren van het woord hebben overgeleverd. Hij heeft dat allemaal nauwkeurig vervolgens ook onderzocht. Klopt het allemaal? En vervolgens heeft hij het opgeschreven. Zo heeft Lucas dat gedaan. En dan zou je zeggen, nou dan zal Lucas wel beginnen bij kerst, Lucas 2. Want het gaat tenslotte om Jezus. Of misschien bij Maria, als de engel bij haar op bezoek komt. Want het gaat tenslotte om Jezus. Maar nee, Lucas begint maanden eerder bij een oude man in de tempel, Zacharias. Getrouwd met Elisabeth, allebei afkomstig uit het priestergeslacht. En dat is ook de reden dat Zacharias hier is, waar we hem ontmoeten, namelijk in de tempel. Twee keer per jaar moet hij namelijk met zijn familie uit de priesterafdeling van Abia de tempeldienst verzorgen. En dan ben je een week lang van huis. Dan ben je bezig met het brengen van de offers, het verzorgen van alles wat er in die tempel moet gebeuren. Dat was altijd heel wat werk. Daar kwam heel wat bij kijken, een hele organisatie. En deze week is zijn afdeling weer aan de beurt om te dienen in de tempel. En Zacharias is er ook weer bij. Hoe lang zal het nog gaan? Want hij is oud. Vooralsnog gaat het. En hij heeft de reis gemaakt naar de tempel. Zijn vrouw Elisabeth achtergelaten om zich een week lang te wijden aan de bijzondere dienst in het huis van God. Maar deze dag is wel heel speciaal voor hem geworden, want toen die ochtend het lot werd geworpen om de taken van de tempeldienst te verdelen onder de aanwezige priesters, toen was het lot voor het reukofferaltaar op hem gevallen. Vandaag mag Zacharias het reukoffer brengen. Twee keer per dag gebeurde dat. Dan ging er een priester het heilige binnen. En op een schaal had hij allerlei kruiden liggen, specerijen. En die werden op het reukofferaltaar aangestoken. En dan ging dat schroeien en dan geurde dat. Er kwam rook van dat altaar af en dat vulde de hele ruimte. En het begon heerlijk te ruiken. En vandaag mag Zacharias dat offer brengen. Het is de dag van zijn leven. Want dit mocht je maar één keer als priester in je leven doen. Hooguit als de priesters allemaal aan de beurt waren geweest, nog een tweede keer, maar dat was het ook. Velen kwamen er nooit aan toe. Want er waren in die tijd vele priesters. De kans dat jij voor het reukofferaltaar werd geloot, was klein. Maar Zacharias mag vandaag. Voor het eerst en daarmee dus ook voor het laatst. Als priester van dienst mag hij het heilige binnen. Vertegenwoordiger van het volk. En daar in het heilige zal hij het volk voorgaan in gebed. Want dat is de betekenis van dat reukofferaltaar. En van die rook, die geurige rook die omhoog kringelt. Dat is eigenlijk, staat het symbool voor het gebed van Israël. En de priester, zodra hij dat reukofferaltaar had ontstoken, dan hief hij ook zijn armen op in gebedshouding en keek hij omhoog. En dan ging hij bidden. Terwijl achter hem in de voorhof het volk Israël met hem meebad. Met de woorden van Psalm 141. Het gebed met opgeheven handen klom zo voor het heilig aangezicht van de Heere God omhoog, als een reukwerk en als offers die 's avonds branden. Zacharias voegt zich in een lange rij van priesters
die dat elke dag al eeuwen doen. Waarvoor bidden ze? Nou ja, waarvoor bid je zoal? Gemeente, waarvoor bidden wij zoal? Wij bidden om, bijvoorbeeld om bescherming. Om Gods zegen op je werk. Om hulp als je in moeilijkheden zit. Om uitkomst. We bidden om genezing. Om herstel van familiebanden. Ja, het kan van alles zijn, hè? Het mag ook van alles zijn. De Bijbel die leert ons om ons hart leeg te gieten. Om ons hart uit te storten voor Gods aangezicht. Nou, voor dat soort dingen is er ook gebeden in de tempel. Denkt u maar aan Hanna. Hanna kwam daar ook. En van haar lees je dat ze de tabernakel, de voorloper van de tempel, binnengaat. En neerknielt en gaat bidden om een kind. Of de Heere zich over haar wil ontfermen. En haar een kind, een zoon wil geven. Jarenlang heeft ze dat gebeden. Elk jaar als ze er weer waren bij de tabernakel, dan ging zij weer bidden. De gemeente, zullen Zacharias en Elisabeth het ook niet gedaan hebben in hun leven. Bidden om een kind. Wat is het een verdriet als dat je niet gegeven is? Mag je daarom bidden? Jazeker. Kinderen ontvang je uit Gods hand immers. Het is een zegen op je huwelijk. Het is genade van God als je ze ontvangt. En tegelijkertijd is het ook niet zo dat God het aan alle geeft die hem daarom bieden. Die belofte staat nergens in de Bijbel. Zacharias en Elisabeth, ze zullen vast vaak hebben gebeden om een kind. Want geen kind hebben, dat betekent verdriet. Dat betekent dat je iets mist in je huis, in je leven, in je hart. Kinderen geven levensvreugde, toch? En Zacharias en Elisabeth, die missen dat dus. En dat doet pijn als je om je heen je leeftijdsgenoten erover hoort praten. En dat gaat dan zo in bepaalde fasen van je leven. En dat komt later dan ook weer terug, ook als je dan ouder bent. En dan gaat het over de kleinkinderen. En altijd weer word je er hier of daar mee geconfronteerd. Met die kinderloosheid. Het geeft pijn, verdriet. Weet je, laten we daar oog voor hebben. Ook hier onder elkaar in de gemeente. Kinderen zijn een zegen van God, maar je ontvangt ze ook uit genade. En het is niet aan allen gegeven. Laten we oog hebben voor de pijn en het verdriet wat dat geven kan. Maar in de tijd van Zacharias en Elisabeth, gemeente, had het ook nog grotere gevolgen. Want wie zou er voor hen nu gaan zorgen? Als bij de ouderdom de gebreken gaan komen. Overigens, dat is in onze tijd ook best iets wat speelt. Zullen Zacharias en Elisabeth, als ze straks oud, nog ouder zijn geworden. Als ze zo oud zijn geworden dat het echt niet meer gaat. Zullen er kinderen zijn? Nee, die zijn er niet. Zullen er mensen zijn die naar hen omzien. Als ze het bed niet meer af kunnen komen. En dan was er nog iets. Voor een Israëliet had het ook nog deze betekenis. Als je geen kind, geen zoon had gekregen, dan wist je, hier stopt het. De lijn van mijn geslacht gaat niet verder. En straks als de Messias komt, dan zullen er dus geen nakomelingen van mij zijn die het meemaken. Als de Messias zijn koninkrijk vestigt, ja, dan is er geen Zacharias of Elisabeth genoemd naar. Ze zullen er vast vaak om gebeden hebben. Maar tegelijk, dat gebed zal er wel nu niet meer geweest zijn, want Zacharias en Elisabeth zijn op leeftijd gekomen. Het is biologisch gezien al lang niet meer mogelijk dat Elisabeth nog zwanger zou worden. En daarom, gemeente, hoe gaat Zacharias nou die tempel binnen? Hoe staat hij daar nou voor dat altaar met zijn armen in de lucht te bidden? Ja, hij bidt in de naam van het volk Israël om de Messias. Hij bidt om een kind, maar niet voor hemzelf.
Hij bidt of de Messias mag komen. Die Messias die alles met zich mee gaat brengen. Want gemeente, als je bidt om de komst van de Messias, dan bid je om de komst van het heil van God zelf. En dat heil, dat omvat alles. Dat geeft je troost in het verdriet. Dat geeft je hulp in benauwdheden. Dat geeft je verlossing bij God vandaan. Dat verzoent je schuld en neemt je zonde weg. Christus is het antwoord op alle vragen, al het leed. Hij die gekomen is om dood en duivel te overwinnen. Gemeente, in hem is er troost, hoop, kracht. Niet dat dan al je moeite bij toverslag verdwijnen, zo is het niet. Maar als je Christus kent, gemeente, dan heb je in ieder geval een adres. Een machtig adres. Om met alles wat in je hart leeft, naartoe te gaan. Om niet te hoeven wanhopen. Hij is mijn hulp. Mijn heil. Hij zal zorgen. Hij leidt. Want in de dagen van Zacharias was die verwachting levend. Want was in het Oude Testament niet gebleken. Met minder kan het niet toe. God zelf moet het doen. Hij moet het gaan doen. Want van Israël, zijn volk, levend bij zijn woord en zijn wetten, ja, daar is toch eigenlijk ook niks van te verwachten. Wij kunnen ons heil niet zelf maken. Dat moet van buiten komen, gemeente. In Zacharias' dagen was dat besef veel sterk geworden, ook omdat er nog niet zo heel lang geleden in de geschiedenis een aantal mensen waren opgestaan die hadden gezegd, ik ben de Messias. Maar uiteindelijk hadden ze geen vrede en heil gebracht. En daarom staat daar Zacharias bij het altaar. Te bidden om de komst van de Messias. Ja, gemeente, dat is Advent. Bidden om Christus. Erkennen dat er iets mist. Dat geloven eigenlijk ook missen is. Dat je hem nodig hebt. Want hoe is hij dan het antwoord op je verdriet en rouw? Nou, hij is het omdat hij gezegd heeft, en het ook heeft laten zien, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven. En hij vroeg erachteraan, gelooft u dat? En hoe is hij dan het antwoord op mijn twijfels in mijn hart? Jezus zegt, zalig ben je als je niet gezien hebt en toch geloofd hebt. Hoe is hij het antwoord op mijn angsten, mijn onzekerheden? Jezus zegt, vrees niet, geloof alleen. Hoe is hij het antwoord op al die narigheid die er in je hart zit? Je hart dat je leert kennen als een voortdurende bron van ongerechtigheden. Het borrelt zomaar weer op. Jezus heeft gezegd, zoon, dochter, je zonden zijn je vergeven. Hoe is die het antwoord op mijn wanhoop, mijn zwakte, op je vermoeidheid? Jezus zegt tegen u, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En zo kan ik nog doorgaan, gemeente. In de Messias Jezus komt alles naar je toe. Dan moet je hem toch verwachten, biddend, het van hem vragen. En het kan misschien langer duren dan je hoopte voor je het krijgt, maar voor Israël duurt het al eeuwen. En in de tussentijd waren die Messiassen gekomen en ze dachten, nou misschien, maar nee. Ze waren er ook achteraan gegaan eerst, maar nee, geen vrede en heil. Maar nu zal het gaan komen. Nu zal hij gaan komen. En Lucas die heeft het onderzocht en die schrijft het voor ons op. Hij is gekomen. Dat brengt ons bij het tweede geboren. Weet je, er staat opeens een engel bij dat altaar. En Zacharias die schrikt enorm. Je kunt het je voorstellen. Zo'n hemelse gestalte waar de heerlijkheid en de heiligheid van God van afstraalt.
Wie zou niet schrikken? Maar de engel die stelt hem gerust. Wees niet bevreesd, Zacharias, daar hebt u het alweer. Hij is het antwoord. Gods heil is het antwoord. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Welk gebed is verhoord? Ja, dat heeft hier meerdere lagen. De gebeden die hij en Elisabeth samen hadden gebeden om een kind, ze worden alsnog verhoord. Dwars door wat biologisch gezien al lang niet meer mogelijk is. Elisabeth zal een kind gaan baren. Maar gemeente, dat kind is niet zomaar een kind. Dat blijkt uit wat er volgt. Hij zal de voorloper worden van de Messias. En daarom zal het toch vooral hier gaan om het gebed dat Zacharias zojuist heeft opgezonden naar de hemel. Terwijl de geur van het altaar de ruimte vervulde en omhoog steeg tot voor Gods troon, zo steeg ook zijn gebed omhoog. Kom toch, Heere God. Zend uw Messias, zend uw heil, verlos uw volk. En God zei, ja, nu is het de tijd. Nu zend ik hem. En voor hem uit gaat Johannes. Gabriel moet het Zacharias gaan vertellen. Er wordt een kind geboren. En gemeente, wat een heerlijkheid zit er nou niet hierin. Gods belofte wordt op zo'n heerlijke manier vervuld. De Messias gaat komen. En alleen al de aankondiging daarvan, de aankondiging van de voorloper van de Messias, ja, dat brengt al zoveel troost en blijdschap bij Zacharias en Elisabeth. Want zij krijgen ook een kind, toch nog, ongedacht. Dat is nou altijd zo, gemeente, als de Heere God werkt, dan is er zoveel reden tot blijdschap. Dan is er zoveel om ook diep over na te denken, wat doet hij hier allemaal? Als je ziet dat hij werkt in het leven van een ander, als je merkt dat hij werkt in je eigen leven. En als het kerstfeest wordt en je laat je door wat in de Bijbel staat, is meevoeren naar die kribbe en je kijkt erin. En je laat op je inwerken dat hij daar ligt, Jezus, die gekomen is om te verlossen van alle duister. Het duister dat ons omringt en ook het duister dat in mijn eigen hart zit. Jezus Christus, die het antwoord is op alle vragen van je hart en die de leegte vult, die de pijn verzacht, die je kracht geeft om het te dragen, die je tranen afveegt, die het kwaad vernietigt, die je in de vrijheid zet. De engel zegt het, er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, Zacharias. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. En dan gaat het over de geboorte van Johannes. Maar daarachter zie je meteen de Messias Jezus. De voorloper wordt immers direct gevolgd door hem die we verwachten. De Messias zelf. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Velen zullen zich verblijden. Ja, er staat niet allen. Het zal een menigte zijn die niemand tellen kan. Een menigte die ziet dat het zonder een hemelse verlosser niet kan. Voor deze wereld niet, voor henzelf niet. Dat je alleen maar gered wordt als hij komt. Als hij komt voor jou. Ja, gemeente, velen zullen dat zien en inzien, maar niet alle. Er zullen er ook velen zijn die hem links zullen laten liggen. En die dan ook niet die blijdschap kennen over de komst van dat kind. Die dan ook niet die troost bij hem vandaan krijgen en halen.
En die hulp en die kracht en die moed. Die het zelf moeten doen. Die zelf de leegte moeten vullen. Gemeente, waar zit u? Verblijdt u zich over de komst van het kind? Of zeg je nou nee, eigenlijk niet. Die blijdschap ken ik niet. Hij wil vandaag, wacht maar niet tot kerst. Hij wil vandaag bij je komen in je huis, in je hart. Niet alleen wij kijken in allerlei huizen. En als u dat doet thuis met het adventspakket, dan gaat u dat langs. Hij komt ook bij u in huis. Hij wil er zijn. Ja, hoe dan? Hoe gaat dat dan? Nou, gemeente, verwacht u hem biddend? Hoopt u op hem? Is hij de grond van je bestaan? Heere God, kom toch in mijn hart. Bid je dat? Kom ook in onze gemeente. In onze kerken. In onze wereld. Verlicht ons. Wijs ons de weg. Vertroost en vernieuw ons. Verhoort God zo'n gebed? Ja. Israël heeft erom gebeden en het kwam. En je moet soms wachten. En dat kan voor je gevoel veel te lang duren. Maar u weet wat Petrus erover geschreven heeft in zijn tweede brief. De Heere vertraagt de belofte niet. De vervulling daarvan niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Hij wacht soms met de vervulling, gemeente, maar dat is omdat de tijd nog niet vol is. Omdat er nog anderen tot bekering moeten komen. Ja, misschien bent u, ben jij het wel, die nog tot bekering moet komen. Hij wacht nog om te kijken of ook bij u, bij jou dat verlangen er zal zijn, naar hem. Maar dan is het ook waar. Wie hem aanroept, biddend in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Zacharias en Elisabeth, ze ontvangen een kind. En nu gaat het gebeuren. God gaat zijn belofte vervullen. Er gaat genade komen. Want dat brengt ons tenslotte bij het derde gegeven. Normaal gesproken is het de taak van de vader om het kind een naam te geven. Maar dat wordt Zacharias uit handen genomen. De hemelse vader. Die geeft een naam. U zult hem de naam Johannes geven. Dat betekent de Heere is genadig. De Heere, de God van het verbond, wordt daarmee bedoeld. Johannes, dat verwijst naar Yahweh. God van de trouw, hij is genadig. En in de geboorte van Johannes wordt het zichtbaar. God gaat zijn genade betonen. Hoe? Nou, het werk van Johannes zal worden dat hij de weg gaat klaarmaken waarover Jezus straks zal gaan. Hij gaat de harten van de Israëlieten bewerken. Hij gaat ploegwerk doen. Zodat straks het zaad van het koninkrijk met vrucht gezaaid zal worden door Jezus. En dat ploegwerk, dat trekt diepe voren. Want Johannes zal vooral oproepen tot bekering. Het is geen vrolijke boodschap. In die zin. Hij zegt het oordeel aan. Wie zich niet bekeert tot de Heere, die zal verloren gaan. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Zoals ooit Elia dat ook heeft gedaan. In de tijd van de Baaldienst. Toen dat hoogtij vierde. Toen moest Elia als godsprofeet het volk zeggen. Bekeer je. Doe die afgoden weg. Want daar ga je mee verloren. Dan rust Gods toorn op je. Maar gemeente, dat is dus ook genade. Als God tegen je zegt, je moet je bekeren. Als dat bij je binnenkomt. Gemeente, daar begint Gods werk mee. De openbaring van zijn heerlijk koninkrijk. Dat wordt voorafgegaan door ploegwerk.
Bekeer u. Heeft u dat al gedaan? En jij? Want daar moet je niet op gaan zitten wachten. Wij zijn geen lappenpop die alleen tot leven kan komen als je daar je hand in steekt en hem laat bewegen. Dat zijn wij mensen niet. Wij zijn geschapen met verantwoordelijkheid. En de Heer Jezus zelf, hij roept u en jou. Bekeer u. Keer je af van al dat slaven en sloven in deze week. Laat er nou eens iets meer zijn van de vroege kerk. Iets meer van het minder. En wat meer gebed. Om in de stilte hem te zoeken. En dan hem te vragen, Heere, ik keer mij tot u. Want het kan niet zonder u. Bent u het daarmee eens? Het kan niet zonder hem? Weet u, we hebben toch goddelijk ingrijpen nodig of niet? In de duisternis van onze tijd, in alle verwarring die er is, in de krochten van je eigen hart. Heere Jezus, kom met uw licht. Het lukt me niet om te geloven, het lukt me niet om trouw te zijn in die dingen. Ik heb eigenlijk niks. Ja, geloven is missen. Maar dan ook genade ontvangen. In Jezus Christus. Hij die gekomen is. En die het volmaakte leven zou leven. Zoals God het bedoeld heeft, de Schepper. Die toch zou sterven. Als een offer voor velen. Opdat velen zich zouden verblijden in hem. Meneer Zacharias die staat nu nog te beven op zijn benen. Totaal van slag. Dat begrijp je. Je ziet die engel in levende lijf en die zie je niet elke dag. Maar het is niet erg om te schrikken. Wakker te schrikken. Bekeer u, gemeente. Opdat God u genadig is. En hij staat ermee klaar. Om zijn genade zo bij je binnen te laten stromen. Hij staat klaar. Om ervoor te zorgen dat je straks met kerst het met heel je hart zult zingen. Stille nacht. Heilige nacht. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Ook voor mij. Hij staat klaar om je blijdschap te geven. Ook te midden van alles wat je verdriet geeft. Keer u tot hem. Doe de zonde weg die je aan de hand houdt. Ga op je knieën en verwacht het van hem. Want zijn genade is gekomen. Zijn naam is Johannes. Christus is gekomen. En hij wil zijn genade voor je volkomen maken. In alle vormen die het heeft. Troost in verdriet. Kracht voor vermoeiden. Hulp in benauwdheid. Licht voor de volken. Hoop voor Israël. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Johannes. Zo moet hij heten. Want zo is het. Ook voor u. Ook voor jou. God had ons immers tot onze troost gemeld. Hoe zijn genade ons redden zou. En nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid. En dat hij wil gedenken aan zijn verbond. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, wat is dat nodig? Dat u bewogen bent met ons lot. Dat uw volk geleid wordt door licht dat u ontsteekt. Dat wij mogen spreken over schuldvergeving. Dat u ons ontslaat van onze zonden. Dat u ook met uw troost naar ons toe komt. En met uw hulp. Met iets waarop we kunnen hopen. En Heere, dat is dat uw koninkrijk komt. Dat het komen zal in heerlijkheid. Maar dat het ook nu al aangebroken is. En dat u regeert. Te midden van alles, Heere, wat juist zo verwarrend kan zijn voor ons. U houdt toch alles in uw hand in deze wereld. En u kent ons ook persoonlijk. U kent ons ook. Onze gemeente. Onze kerken. Heere, wij bidden u. Wilt u zo ook tot ons komen? Heere, wij verwachten het ook van u. Van wie anders zouden we het moeten verwachten? Breng ons, Heere, persoonlijk ook tot gebed in deze weken van Advent. Dat we u, Heere Jezus, mogen aanbidden en het van u ook verwachten. En straks kerst kunnen vieren met blijdschap, omdat we ons in u verblijden. Heere, we danken u dat u zo uw woord liet verkondigen aan ons allemaal. En Heere, als we ons nog niet hebben bekeerd, wanneer misschien dat wel het euvel is waar het op vastzit. Heere, wij bidden u, wilt u dan met uw woord sterk in ons worden, zodat wij ons bekeren. En werk met uw Heilige Geest. Laat het levend voor ons zijn. Dat het niet afstuit op dichte deuren van ons hart. Maar dat we open doen. Als u aan de deur staat en klopt. Heere, we willen u danken voor wat u hebt gegeven. Wij willen ook bidden, Heere, of u die hulp en die troost wil geven in onze gemeente. We hebben zojuist al voor heel wat leden ook gebeden. En we bidden nu ook voor de rouwdragende familie. Wanneer de komende week de begrafenis plaatsvindt. In deze adventstijd, Heere, mag dan juist ook het woord troost toch zo'n diepe betekenis krijgen. Troost die er is, die er wil komen, te midden van verdriet. En Heere, laten we zo dan ook onze zuster Dekker kunnen begraven. In de verwachting van de dag van de opstanding. Omdat u, Heere Jezus, het zelf hebt gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is zij gestorven. Ga met ons mee naar huis. Schenkt u ons een gezegende zondag, toegewijd aan u en aan uw eer. En wilt u ons als gemeente weer vanmiddag samenbrengen in uw huis? Als dominee Mulder hoopt voor te gaan, wilt u ook hem zegenen in de bediening van het woord. Zo dragen wij elkaar ook aan u op. Hoor onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Met u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en
Wij willen als onze slotpsalm zingen uit psalm 118 en daarvan het 13e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.